Na 2 jaar van afwezigheid was het op Hemelvaartdag weer gezellig druk met oude voertuigen bij Sporthal de Dierschuren in Schijndel. De traditionele rit van de historische werk- en voertuigenclub voor auto's, motoren, bromfietsen en specials van 25 jaar of ouder trok veel belangstelling. Niet alleen van bezitters van oude voertuigen, maar ook zeker van het publiek. En wat betekent het voor jullie om vandaag weer los te kunnen? Ja, dat is super fijn natuurlijk. Hè? We hebben 2 jaar corona gehad, hebben we maar beperkte dingen kunnen doen. We hebben wel 2 of 3 ritten kunnen doen, maar wel met de veiligheidsmaatregelen van toen. En nu is het fijn dat het gewoon weer echt kan. We hebben natuurlijk prachtig weer, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dus ja, kijk ernaar uit. Jullie zijn weer helemaal terug. Ja, wij zijn weer helemaal terug. We hebben het vandaag wel bewust proberen een beetje klein te houden. Hè? Want we waren bang als we nou alles groot in de bladen gaan zetten, dan iedereen wil weer. Dus we willen een beetje binnen het perk houden, dat iedereen leuk blijft. En vooral voor onze leden leuk blijft. Maar ja, het ziet eruit dat het helemaal goed gaat komen. Dus we hebben er zin in. En voordat de rit van start ging, kon het publiek zich verwonderen over de oude voertuigen en kennis maken met de trotse eigenaren. En waarom bent u zo verliefd op een Messerschmitt? Mijn broer heeft er een. En ja, dat was eigenlijk een droom om er ooit eens een te rijden. En toen heeft hij er een van mij gevonden. Echt heel oud, 1 baks groot. En die hebben we toen door de jaren heen, vooral mijn man, gerestaureerd en opgeknapt. En uiteindelijk is dus die wens vervuld om er een te rijden. En nou wordt die dagelijks gebruikt? Nou, dagelijks niet, maar toch wel een paar keer per week. Zeker met zo'n mooi weer. Hij staat op de oprit, dus hij wordt gewoon iedere gelegenheid... Wordt hij gestart en rijden we ermee weg. Hoe moeilijk is het om zo'n Messerschmitt in stand te houden? Nou, het is vrij oude techniek. Het is al best wel te zien. Alleen het opladen, dat is wel een themaatje. Want dat doet je op het moment niet goed en dat krijg ik nog niet makkelijk gemaakt. Er zit namelijk een Dyna-start in en dat is een hele oude techniek. Maar om die nou goed in orde te krijgen, dat is dan nog een heel verhaal. Dus daar moeten we van de winter nog eens goed aan werken. Maar voor de rest, ja, het is allemaal meer onderhoud. Zo'n auto die moet eerder een nieuwe olie, er moeten nog vetnippels gesmeerd worden. Zoals hier meer auto's dan. En ja, god, je moet er gewoon regelmatig wel een keer naar kijken. Remmen die moeten regelmatig gesteld worden, dat is allemaal nog mechanisch. Ik heb ze wel omgebouwd naar hydraulisch, dus nu ben ik een stuk veiliger op de weg, vind ik zelf. Maar de originele, ja, dat was gewoon eigenlijk bijna niet te doen, die techniek van toen. Als we met z'n tweeën zijn, dan rijdt mijn man, want anders dan zit hij hoger als ik en dat vindt hij niet fijn. Maar ik zit dan achterin en we kunnen er met tweeën. Mijn broer heeft zelfs met 2 kleine kinderen achterin gereden. Ik sta hier bij een Volkswagen liefhebber, denk ik. Ja, dat klopt helemaal. Volkswagen liefhebber, een type 3 uit 1966, een 1600 variant. En ja, ik heb hem nu een jaar of 3, 4. Daarvoor had ik er een uit 1970, die was wel slecht. En aan het restaureren gegaan en uiteindelijk niet afgemaakt. En ja, bijna 50 geworden. En dan zeggen ze, ga maar eens rijden. Dus toen ben ik een eentje gaan zoeken die goed was. Dat hebben we technisch helemaal in orde gemaakt. En nou, sinds de jaren 3 rijd ik er ook maar rond. En is het moeilijk om hem in stand te houden? Ik denk als je net nieuw bent binnen de scene, de Volkswagen scene, dat het best moeilijk is. Echter, ik heb er al 20 jaar eentje in bezit, dus ik ken over heel de wereld de weg en de onderdelen. Dus ik kan redelijk goed aan onderdelen komen. U rijdt er veel mee? Te weinig tijd. Maar als het enigszins de zon schijnt, dan ga ik s'avonds een ritje rijden nog na het werk. En vandaag de hemelvaartsrit? Vandaag de hemelvaartsrit. Dat is al een paar jaar niet doorgegaan natuurlijk. En ja, ik ben blij dat ik erbij kan zijn. Dus, het weer is goed, de zon begint te schijnen, dus wat willen we nog meer? En de kenners weten wel over welk automerk je het hebt als je spreekt over een 304'tje. 304'tje, een cabrio. Origineel Nederlands kenteken met nog origineel Nederlands motor en origineel chassisnummers. Ja. En u houdt hem zelf bij? Ik hou hem zelf bij, ja, voor 90% of 95%. Is dat moeilijk? Nou, moeilijk is het op zich niet. Het is met heel veel dingen in het leven een kwestie van doen en beginnen. En je moet wel zorgen dat je een goede backup hebt. Als je eens vastloopt, dat je op iemand terug kan vallen. Hij is van 1974. Dus hij is bijna 50 jaar oud. Dus nog 2 jaar en dan is hij over de 50. En er zijn dan niet alleen oude auto's. En zeker zo'n groot deel heeft een brommer. En dat is ook altijd leuk van onze club. Want we zijn een historische werk- en voertuigenclub. Dus we hebben voertuigen, motors, bromfietsen, auto's. Maar ook werktuigen. Ook mensen met vrachtwagens, mensen met trekkers, gedeelde interesses. En interesse in die oude techniek. Dat is eigenlijk waar ons een beetje bindt. Dat vind ik ook het leuke van de club. Een Kreidler fan. Wat voor type is het? Dit is een Kreidler Mustang. Dit is een off-the-road. Die zijn heel even gemaakt door de fabriek. En toen heeft de fabriek gestopt,
En toen zijn mensen zijn hem na gaan maken. Die hebben een eitank van 465, oude type, kleine koplamp. En die zijn hem helemaal gaan namaken. Dus andere voorvork, grotere wielen, terreinbanden. Dit is anders, stuur, alles is anders. Kickstarter, vijfbak, nou, dat was toen al heel wat. Kleine buddysit, hogere ja, zeg maar, schotbrekers. Eigenlijk alles is anders. En hij loopt ook een beetje harder dan originele. Rijdt u er nou ook nog zo hard mee? Nou, vorige week hebben we wel een beetje, moesten we doorrijden om op tijd bij de Formule 1 te zijn. Toen zijn we iets over de maximale snelheid gehad. Daar hebben we iets aan. Maar al die bromfietsen, die rijden iets harder natuurlijk. Je moet er wel mee oppassen. En opvallend bij alle liefhebbers is dat ze hun bezit koesteren. Zo kun je ook heel blij worden van de kleine camper. Is dit de kleinste camper ooit? Ik heb nog geen kleinere gezien. Ik denk het wel. Gaat u er alleen mee op vakantie? Ja, ja. Op dit moment loop ik Santiago Compostela. En dan slaap ik in het campertje. En ik neem de fiets, die doe ik er achterin. En dan ga ik zo de route naar Santiago doen. En mijn bedoeling is om in augustus naar de Noordkaap te gaan. Met deze camper. Hè? Dus, hij blijft het gewoon doen. Hij is nog geen 40 jaar, maar daar wordt hij wel. Dus, hij heeft hem nooit in de steek gelaten? Nee. Heb je hem al lang trouwens? Ik heb hem een jaar, iets langer dan een jaar. En ik heb er al heel veel mee gereden. En hij doet gewoon goed. Hij loopt soepel. En met een oude auto is het zo van, kijk, de eerste kilometers, dan moet je even warm draaien. En dan voelde van, na een aantal kilometers, dan is je warm. Nou, dan loopt je als een treintje. En ik heb er heel veel plezier mee. Er zit een koelkastje in, een aanrechtje. We hebben nog een gasfornuisje, een wc-emmertje. En meer hebben we niet nodig, hè. En niet te veel spullen meenemen. En hij is best compleet. En betrouwbaar. Dus, en dan altijd hopen op heel mooi weer. Ja, maar ik heb in februari gekampeerd in België. En nou stut ijs op de ramen, hè, want het is geen dubbel glas. En dan heb ik een heel klein kacheltje, zo, net zo groot als een pak koffie. En dat is voldoende. En dan wordt het lekker warm erbinnen. En je gaat gewoon met kleren aan de bed, een dikke trui aan, en sokken en muts op. En dan slapen. En dan waar het allemaal voor te doen was vandaag. Aansluiten bij de rit zelf. Een route van circa 80 kilometer over mooie landelijke wegen in Brabant. Van camper, bromfiets tot oude auto. Allemaal genoten ze van deze prachtige dag.